Bij mij vandaag Kees Boot. Je gaat François spelen in de tweeling. Kan je daar iets over vertellen? François is de Nederlandse oom. Dus je hebt een Duitse oom en een Nederlandse oom. En ik ben de Nederlandse kant van het verhaal. Dus waar een van de meisjes naartoe gaat. Hoe heb je je voorbereid op deze rol? Niet. Bedankt voor dit interview. Ja, nee, ik vond het echt superleuk. Hoe kan je hierop voorbereiden? Ik bedoel, niet. Ja, het is wat het is. Je kan niet de Tweede Wereldoorlog opnieuw gaan beleven. Dat is een beetje lastig. En ik heb ook nog niet echt heel veel mensen geadopteerd en zo. Nee. Dus het is... Helemaal nieuw. Je raakt ook elke dag weer helemaal geëmotioneerd als je denkt... Oh, ik heb een dochter erbij. Ja. Een volwassen dochter ook meteen. Met een enorme... Nou, die ook altijd gaat zingen. Ja, ik denk, hou daar eens mee op. Ja, nee, musical. Musical, dat is het. Nee, maar hoe kun je erop voorbereiden? Ja, door het... ik had het boek gelezen en ik heb de film gezien. Ja. Dat is mijn voorbereiding geweest. Vind je dat er een groot verschil is tussen boek, film en musical? Nou, sowieso is het verschil tussen film en musical natuurlijk. Qua verhaallijn, sorry, ja. Ook, omdat je kan... Het boek is nogal dik, dus dat krijg je nooit allemaal verteld. Ja. Dus je moet concessies doen. Wat is belangrijk en wat is niet belangrijk? En waar kies je voor? Wat ga je... Wij hebben ervoor gekozen om bij de twee meisjes te blijven. Dus, of de twee vrouwen, sorry. Dus we hebben dan wel twee kinderen nog, maar dan niet de oudjes. Omdat dat ook voor het toneel bijna onmogelijk is. Je kan niet aan 80-jarige vrouwen vragen... willen jullie even met ons mee het hele land door 7 keer per week? Hey, en is het een toeval dat jij in voornamelijk eigenlijk echt een Nederlandse productie speelt? Dus hè, Siske en Hazes, is dat toeval? Nou, dat is een keuze. Nee, het is niet eens een keuze. Nee, dat is toeval omdat ik ben tot dusver altijd betrokken geweest bij de nieuwe projecten. En ik ben namelijk niet opgeleid als musical acteur. Ik kan niet dansen, ik kan een beetje zingen, maar zelfs dat is af en toe dat je denkt, doe maar niet. Dus dat ze kiezen, en bij de nieuwe producties hebben ze gekozen voor acteurs en musical mensen door elkaar heen. Ja. En dan laten ze de dans en de zang vaak over aan de geschoolde mensen en het spelen dan aan mensen die daarvoor zijn opgeleid. Ja. En zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. Maar het is wel, er is altijd zoiets van, ja maar musical is zo musical en toneel is toneel. En daar is altijd een hele duidelijke mening over dat verschil. Hoe sta jij daarin? Hetzelfde. Dat is een groot verschil. Ja. Alleen dat vind ik, en dat meen ik serieus en dat is niet nu om te slijmbakken, maar dat vind ik zo fijn aan Ruud. Dat hij nu echt die twee werelden probeert samen te voegen. Ja. En dat is concessies doen van beide kanten. Concessies van mijn kant als acteur, omdat ik heel graag wil uitpakken. Ik wil heel graag... een bepaalde emotie kunnen raken op een bepaalde manier, maar er is geen ruimte voor. Net zo goed als het voor de dansers en voor de echte musical mensen geen ruimte is om heel erg hun métier te laten zien van nou wil ik eens even helemaal. Ja. En dat wordt nu echt samengevoegd en dat, er gebeuren echt wel dingen nu die in musicalwereld volgens mij echt wel niet vaak gedaan zijn tot niet gedaan zijn zelfs. Ja. Dus ik hoop echt dat gaat lukken. Wat gaaf. Hey, en je doet veel televisiedingen ook, commercials. Ga je dat blijven combineren gewoon met 6 dagen in de week spelen? Nee, want filmen kan even niet meer. Dus ik heb nu al heel veel dingen moeten afzeggen. Maar dat is een keuze die je maakt. Ja. En de commercials, ik heb er 2 gedaan in mijn hele leven. En maar wel 2 die opvielen blijkbaar. Ja. Dus, ja. Wij kijken ze nog altijd even terug hoor. Ja. Ja, en kunnen wij jou dan ook in een Belle en Beest gaan verwachten? Nee, daar ligt mijn ambitie echt totaal niet. Nee, ik zie mezelf niet, en dat is echt niet om het neerbuigend over te doen of kwaad over te spreken, maar ik zie mezelf niet links opkomen, 5 stappen maken, staan, tekst geven en dan weer die af. Snap je? En volgens mij moet je mij er ook helemaal niet bij, want ik rem alleen maar het hele proces. Op het moment dat er iets binnenkomt waarvan je weet, zo gaan we dat doen, dit is het decor, daar kom je op, daar ga je af, daar zing je, daar dans je. Dat kan ik niet, want dan loop ik alleen maar, jongens, waar gaan we nu naartoe? Dus ja, totale paniek. Dus ik zelf wil het dan niet, maar ik wil het de andere mensen ook zeker niet aan. Dankjewel. Alsjeblieft.